Simon Koetsier, daar staan we dan. Mission Miel, hè? Ja, Mission Miel. Heel goed gehoord. Een paar dagen het verhaal gemist, dus praat ons een beetje bij. Hoe is het gegaan de afgelopen dagen? Volgens mij de laatste keer was dat we voor de Chrono 48 stonden. Precies. En toen gingen de wedstrijdmannen, die zijn dus 48 uur weg geweest. En wij mochten een kleine rijden, ongeveer 45 kilometer. Rondom het bivak van, hoe heet dat daar, Shubatai. En wij gingen heel voortvarend van start. We hadden een launch control, dus we moesten een sprint trekken vanaf de start 200 meter. Kijk aan. Kreeg je extra punten voor. Dus ik heb nog geen uitslagen gezien, maar goed, het was wel leuk. En vervolgens is duin over en toen begon het zachte zand en stonden we vast. Dus, en toen scheppen? Scheppen, zandladders eronder, rollen, graven. En uiteindelijk hebben we in 3 uur tijd 11 kilometer afgelegd. Heel veel gegraven. Het was erg zacht. Ja, en eigenlijk dus niet te doen met deze auto? Nee, dat was eigenlijk gewoon niet te doen. Van de 10 voertuigen die in onze klasse meerijden, is alleen de vrachtwagen gefinished. Ja, dat zegt al genoeg. Dus, echt, ja. Dus uiteindelijk zijn wij na 3 uur hebben we de hoop opgegeven. We zaten kort tegen een duinpan aan en we hadden geloof ik een half uur gedaan. Hadden we iedere keer een metertje vooruit, vast, metertje vooruit. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd van het is klaar. Dit gaan wij nooit redden. En we moesten nog hoger op dat moment. Dus op een gegeven moment kwam de organisatie eraan. Toen hebben ze de KH7 truc hebben ze rond laten rijden. Ja, dat is de truc die ook meerijdt in die klasse. Dat is een waterstof hybride, geloof ik. Ja, een brandstofmotor met waterstofinspuiting tot maximaal 80%. En die heeft ons uiteindelijk eruit getrokken. En toen zijn we via een pad naar een shot naar een pad gereden. En toen hebben we teruggereden. Ja, dus dat was jullie avontuur. Dus jullie hebben het ook wel zwaar gehad, maar iets korter dan de wedstrijdmensen, denk ik. Ja, ja, het was op onze manier wel zwaar. Alleen ja, in een tijdsbestek van 3 uur. Dus dat scheelt dan nog wel ietsje. Ja, zeker. En toen, wat hebben jullie de dag daarna? De auto had er toch eigenlijk best wel wat van geleden. We hadden toch wel serieus aanvallen op de duinen gedaan om erop te komen. En dus de auto had best wel wat onderhoud nodig. Dus dat was eigenlijk wel fijn dus, dat Gerrit lekker met zijn Chrono 48 bezig was. En dat de monteurs alle aandacht konden richten op de Amarok. En hebben we uiteindelijk, dat was donderdag, vrijdag gewacht tot Gerrit binnenkwam. Die was rond 1 uur of 3 kwam die binnenrijden. Toen hebben we de auto op de aanhanger gezet en toen zijn we met het hele team compleet teruggereden naar Riyadh. Ja, en waar dus dan de rustdag was gisteren en nu vandaag. Dan zijn we alweer aardig bijgesproken, Simon. Ja, dat gaat goed zo. Ja, nee, dus vandaag hadden wij onze 7e etappe. 112 kilometer, een van de langste. En ook qua zand misschien ook wel de zwaarste. Dus het was wel spannend hoe de energie het ging volbrengen. Dus, maar we zijn goed binnengekomen. Uiteindelijk hebben we uitgerekend net dat we ongeveer 50 kilometer verder hadden kunnen rijden nog. Dus, maar we hebben de hele proef kunnen rijden. Oké, dus dat is natuurlijk precies de bedoeling van waar jullie aan meedoen. Ja. Om dus te kijken hoe dat werkt en hoe verzamelen jullie de data eigenlijk? Nou, het wordt allemaal gelogd en er is iemand van de leverancier van de elektrische aandrijving is mee. En die leest iedere avond die logfiles uit en die analyseert dat. En wie weet, hè, over een paar jaar, dan kan hij in de echte wedstrijd meedoen. Ja, misschien wel, ja. You never know. Oké, en met jullie tweeën hebben jullie een beetje nog het plezier ook erin, Dick en jij? Ja, nee, natuurlijk. Op zich, het is een leuk verhaal om mee te mogen maken. Het is wel zo dat... Het heeft in mijn ogen nog helemaal niks met Dakar te maken. Kijk, want de snelheid is er niet. En je moet echt gewoon rustig rijden. Vandaag hadden we denk ik tot aan 80 kilometer hebben we gewoon leuk doorgereden. Ja, toch even doorrekenen. Van, ja, dat wordt wel krap, laten we iets voorzichtiger. Nou, dan ga je van je gas af. Ja, en dat is eigenlijk een beetje tegenstrijdig met het Dakar gevoel. Ja, precies. Dus dat zal in de toekomst ook moeten verdwijnen. Maar het is wel mooi dat jullie hiermee aan het oefenen zijn. En ook echt aan het leren zijn. Hoe die techniek werkt en hoe het zich houdt. Dus, zeker weten. Ja, super. Dus nee, absoluut. Kijk, het is een begin en dat wisten we. En het is ook belangrijk, denk ik, ook voor de uitstraling. Voor de Jong Zuurmond ook, onder andere. En dat wij als Rainbow toch ook verder kijken dan alleen de dieselmotoren. Ja, nou, hartstikke mooi. We zijn weer bij. Mooi. Nou, hou vol en we spreken elkaar later wel weer. Is goed. Dankjewel. Veel plezier. Gerrit Zuurmond, daar ben je weer.
weer een dag af kunnen vinken. Hè? De dag na de rustdag. Hoe is het gegaan? Ja, eigenlijk best goed gegaan. Het was een lange proef. Het eerste stuk was een beetje taai. Allemaal bonken. Slecht. Daarna kwamen duinen en van die zandpaden en gravelpaden. Op zich een hele mooie proef. Laatste half uur in donker, zeg maar, zijn we even de weg een beetje kwijtgeraakt. Zijn we een half uurtje aan het dodelen geweest voordat we de juiste trek weer hadden. En voor de rest is eigenlijk goed gelopen. Nou, je kwam hier aangereden en de monteurs die gaven je meteen een compliment, want de koplampen zaten er nog in, zeiden ze. Dus daar zijn ze blij mee. Is er verder nog iets? Moet er nog veel gebeuren aan de truc? Nee, voor zover we weten, mijn keer er niks aan. We moeten gewoon een beurtje hebben, maar voor de rest eigenlijk niks. Helemaal niks. Nou, dat is toch wel fijn, hè? Dat die toch wel betrouwbaar is wat dat betreft. Ja, wat dat betreft hebben we een zeer betrouwbare truc. De truc kan veel meer als ik kan. Maar wij laten het netjes zo en dan hebben we een mooie truc. En ze hebben weinig onderhoud, denk ik, te doen. Dus kunnen we morgen weer fris van start en weer een dagje afvinken proberen. Ja, want weer veel kilometers. Het is ook deze week nog niet makkelijk, denk ik. Nee, maar ja, dat is ook dakker. Hè? Daar hoort er gewoon bij. Ja. Dat is een spelletje. En ik heb begrepen dat we nog volledig in de race zitten, dus... Ook dat, dat is fijn nieuws, want er was even onduidelijkheid over. Maar gewoon nog met het gewone startnummer, dus op naar die medaille, zou ik zeggen. Daar gaan we ons best voor doen. Dankjewel, hè.